poging wagen met de Lego drone van Flybricks. Ik heb een octocopter in elkaar gebouwd. Die bestaat uit 8 propellers. En ik ga zo proberen om deze hier te laten vliegen. En ik sta op een rustig veldje. Het is niet prachtig weer, maar het moet het maar doen. En omdat ik eigenlijk een beetje sceptisch ben of deze drone überhaupt gaat vliegen en hoe lang gaat vliegen en waarschijnlijk meteen neerstort en in 1000 stukjes uit elkaar valt en ik heb geen idee welke kant die op gaat, film ik dit met een 360 graden camera. Dus als het goed is kun je om je heen kijken en overal kun je kijken waar de drone heen gaat. Dan weet ik zeker dat die op beeld staat wanneer die crasht. Zoals je misschien al hoort, ik ben niet heel erg enthousiast over deze drone. Ik vind hem ontzettend moeilijk bestuurbaar. En hij is ontzettend fragiel. Dat betekent dus dat hij heel snel valt, willekeurige kant uitgaat en vervolgens ligt hij weer in zoveel stukjes. Dat je geen idee hebt waar je weer moet beginnen om aan de praat te krijgen. Maar, dat gezegd hebbende, laten we eens gaan kijken of hij opstijgt. En wat er dan gebeurt, ik weet het niet. Oh, ik hoop niet dat hij tegen de camera aanvliegt. Maar ja, we zien het wel. Dat is poging 1. Ik weet trouwens niet of ik hierin kan knippen. Poging 2. Deze 2 doet het niet goed. Even kijken of die draadjes... Ik moet eerlijk bekennen, die draadjes zijn al een keer gebroken en ik heb ze weer vervangen en gelijmd en allemaal dat soort dingen. Maar de draadjes doen het dus alleen goed als ik in één keer het gas helemaal open gooi. Poging 3. Daar gaan we weer. En de laatste poging. En dat is de oven van mijn drone. Na 4 waardeloze pogingen om te vliegen. Zoals je misschien wel doorhebt, ik ben niet echt enthousiast over de Flybricks. Het idee is ontzettend cool om met Lego een drone te bouwen. Maar in de praktijk... komt er helemaal niks van terecht. Mijn advies, begin er niet aan. Het is zonde van je geld. En je kan je echt hartstikke veel betere drones voor krijgen volgens mij. Maar ik ben voorlopig wel even klaar met drones. En ik kijk over 2-3 jaar wel weer hoe die dingen zich hebben ontwikkeld. Bedankt voor het kijken. En wie weet, tot de volgende keer.